van de hele school ontdekken en onderzoeken hoe ons lichaam werkt. Lukt het, dames en heren? Ja, het lukt. Staat er al iemand op winst? Ja, Ella. Oh jee. Ze hebben een hersenschudding. Oh, kind. Gaat het wel goed, Julia? Ja. Huh? Dank maar, het staat zelfs aan. Nou, je wordt goed verzorgd. Zelf een onderzoeksvraag. Ja, een soort van bedenken. En toen hadden we dat gedaan. Toen moesten we groepjes maken. En toen hadden we het gedaan. En helemaal alleen. De juf heeft niet heel veel geholpen. En toen hebben we het onderwerp gemaakt. Toen zijn we met het onderwerp begonnen. Dat was wel leuk. Vind je dat leuk? Ja, superleuk. Hallo allemaal. Wij hebben met onze klas allemaal vier leuke onderwerpen gekozen. Skelet, spijsvertering, bloedsomloop en ademhaling. Wij hebben een bloedsomloop gekozen. Wij hebben een vraag bedacht. Bij welke hart gaat je hartslag het meest omhoog? Wij hebben dit gekozen omdat wij wilden weten hoe hard onze hartslag ging bij welk vlak. Wij zijn nu buiten en wij hebben een web gemaakt, soort van. En dat gaat over een onderwerp. Gaan we niet vertellen, maar dan moet je dan goed even testen. Nou, we hebben het onderwerp lichaam gekregen. En daarom hebben we van alles onderzocht om te kijken wat we ervan kunnen vinden. En we hebben best wel veel gevonden. Iedereen in de klas heeft iets bedacht waar die het over ging houden. Moeilijk, Amber. Ja, deze is moeilijk. Ja, hè? Het staat er niet in hoe. Oh. Waar ruikt het naar? Weet je dat? Het ruikt je. Ja. Ja, meel. Kijk
kaneel. Ik had in de klas met één arm gewerkt. Juf en alle kinderen deden ook mee. Sommige kinderen gaven aan dat ze dingen lastig vonden, zoals schrijven en naar de wc gaan. Maar ook voor het rolgordijn omhoog en omlaag doen heb je een maatje nodig. Bij ons zie je dat zo te zien, hier zie je de uitslag. Dat is bij ons zo te zien de grond. Dit is een diagram, zo kan je het heel goed zien. Bij mij was het, begon bij het lezen heel rustig. Toen ging het wat drukker bij rekenen, bij pauze en rekenen. Bij pauze en gym ging het helemaal omhoog, toen ging ik weer dalen. En daarom was ik bij gym het meest omhoog. Eigenlijk mochten ze dit niet, want dit is voor het project. Ze moesten eigenlijk niet zien. Wij hebben een kijklesje gemaakt en we deden een onderzoekje doen en naar boven en naar onder gaan. Ik zie wat jij niet ziet. Wij hebben een binnenwinkel en we doen er onderzoek mee doen. Wij kunnen overhanden en we hebben een voerstokje gemaakt en dit voelt lekker. Dit is onze voelmuur. Dit voelt lekker zacht. Ik ga voor u voor me staat. Boven het oor werken. Luister maar. Zijn deze geluiden hetzelfde? Kun je het geluid voelen? Ja. Hallo Ryan. Ja. We werken over de neus. Ik ga werken over de neus. Citroen. Tandpasta. We werken over de mond. Dit vinden wij het lekkerst. En Noah, waar zijn de longen verstopt? Ja, goed. En het hart dan? Aha. Kunnen jullie die ook laten zien op de flap van juf aan de muur? Waar is het hart, Dylan? Hier. Ah, kijk, we kunnen hem ook helemaal van binnen bekijken. Ja! Met je hersenen, weet je dat al? Waar zijn die voor? Alles. Dat zeg ik iets harder, Jos. Denk je in je hersenen? Kijk,
die bewegen ze, die doen je benen, die doen je armen, die doen eigenlijk alles. Die beweegt je voeten, die beweegt je handen, die beweegt je armen, die beweegt je hoofd, die beweegt eigenlijk alles. Oh, dus je hersenen regelen alles in je lijf. Wat ben je aan het doen, joh? Grote oogwapen. Wauw, wat zit er allemaal in je oog? Pupillen. Ja, en waar zitten die? In de midden. Ja, zijn die allemaal even groot, die pupillen bij iedereen? Nee. Hoe komt dat? Sommige zijn ook groter dan ze allemaal hadden gedacht. Oké, okay, en hoe zit dat altijd met die pupillen ook alweer? Als je in de zon kijkt. Weten jullie dat? Ja, ik. Jim, hoe zat het ook alweer? Als je in de zon kijkt, dan wordt ze wat kleiner. Groter. Oh, kleiner. En als je in het water zit, wordt ze groot.